Hey, welkom! Leuk dat jullie kijken naar deze video. Een video waarin ik jullie eigenlijk een tip wil geven hoe meer omzet te halen uit een lang haarklant die komt knippen. En dit is iets waar ik vroeger eigenlijk vaak zelf tegenaan liep. Ik dacht eigenlijk in de portemonnee van mijn klant. En ik denk dat jullie dit allemaal wel herkennen. Ik wilde mijn klant, en nog steeds wil ik mijn klant, het allermooist naar huis laten gaan. En wat deed ik? Ik deed mijn knippenhandeling en dan wilde ik natuurlijk ook al die extra dingetjes laten zien wat ik kon. Dus ik deed er ook nog gratis van die steltankkrullen of gefeunde krullen in. Een kleine updo, niks was te gek en ik deed het, want ik dacht, ja, ik wil toch iemand op zijn allermooist naar huis laten gaan. En nou, jullie zullen het vast herkennen. Tot ik, een jaar of 10, misschien 15 jaar geleden, ik weet niet precies, een tip kreeg en deze werkt fantastisch. Ik heb hem zelf lang geprobeerd, totdat het niet meer nodig was, omdat het in me zit en ik het leef, waardoor ik mezelf verzekerd voel en dat niet meer hoef te doen. Maar hoe heb ik dat gedaan? Ik nam een bannertje. Dat ken je wel, zo'n papiertje in kan doen en wat je neer kan zetten op je plankje, voor je klant, of tussen je spiegels. En daar deed ik drie foto's op. Eén van een mooie geknipte look. Eentje met mooie krullen in het haar, met steltang of met de föhnborstel gedaan. Wat jij wil. En een derde met een leuke snelle updo. Eentje wat je in 5 minuutjes kan waarmaken. Nou, eigenlijk zette ik daar toen die tijd, ik weet niet meer, toen was het geloof ik €25 bij de eerste, €30 bij de tweede, €35 bij de derde. Maar nu praten we over de hele tijd terug, dus jullie bepalen welke prijs daar voor jou bij hoort. Nou, ik zette daar die prijzen op. Ja, en wat ik toen deed is, nou, ik maakte mijn klant, die knipte ik. En ondertussen, in plaats van dat ik alweer in mijn hoofd bedacht, wat ga ik allemaal nog extra doen om mijzelf verzekerd te voelen en te zorgen dat die klant tevreden is met mijn kapsel. Nee, ik vroeg, welke van de drie zullen we vandaag bij je gaan maken? Ik ging niet meer denken in de portemonnee van mijn klant. Ik liet het helemaal bij hunzelf. En werkelijk waar. Een heleboel zeiden gewoon nummer 2 of nummer 3, dus de updo. En het plaatje met de krullen, waar ook al het bedrag bij stond. Hè? Dus waar ik normaal gratis dat eerste plaatje maakte en ik gratis die extra dingen allemaal maar toevoegde, gingen ze zelf wijzen. Tot op een gegeven moment het online boekingssysteem kwam. En ik ook diezelfde dingen wat op die banner stonden, eigenlijk aan mijn online boekingssysteem ging toevoegen. Gingen ze toch gewoon online boeken op die dingen. Dus met de krullen, met de updo. Waar ze gewoon netjes dus extra geld voor betaalden. En dit is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want voorheen gaf ik het gratis weg. En ja, hoe verklaar je dan dat je dus op een gegeven moment iemand komt voor een updo voor een feestje? Dat je er dan geld voor vraagt. Terwijl de andere keer je het gewoon extra even bij tussendoor doet. Dus het is gewoon belangrijk dat je daar dus netjes voor rekent. Het is immers tijd. En tijd is natuurlijk in ons geval geld waard. Dus we moeten dat ook gewoon rekenen. Dus mensen gingen daardoor ook extra, omdat ze daar al apart voor betaalden. En ze zagen dus zo'n leuke updo daarop staan. En ze gingen ook gewoon extra updo's boeken, omdat ze dachten, hey, maar die is daar goed in, want ze wezen dat plaatje aan. Ja goed, voor mij heeft dat enorm geholpen. En nu hoef ik het niet meer te vragen. Men komt eigenlijk gewoon met een plaatje uit mijn eigen lookbook, uit mijn eigen social media. Ze komen met dat plaatje aan en dan kan ik dat gewoon gaan maken. Maar ja, om ergens te beginnen en we moeten allemaal ergens starten, is dit een ontzettend leuke manier om het eens te proberen. Laat in de reacties even weten als je het hebt geprobeerd en als het voor jou werkt. Misschien heb je deze tip al in een van mijn cursussen van mij gehad en doe je het inmiddels al. Wil ik heel graag weten. Werkt het? En ja, zo kunnen we elkaar helpen. En dan wil ik in de volgende video jullie meenemen over hoe je dan die extra klanten binnen kan krijgen door social media. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Doei!